Het belangrijkste dat kinderen leren op school is het lezen met begrip. Het lezen van teksten en begrijpen wat er staat. En dan gaat het niet alleen over het vak begrijpend lezen, het gaat gewoon over het lezen van allerlei soorten teksten. Rekenteksten, zaakvakteksten, instructieteksten. Het is belangrijk voor een schoolcarrière, dat is natuurlijk al heel duidelijk. Er wordt veel gelezen op school om het leren vooruit te helpen. Maar ook als die schoolcarrière eenmaal is afgelopen, is het natuurlijk van groot belang dat kinderen, die dan inmiddels geen kinderen meer zijn, goed kunnen omgaan met teksten en begrijpen wat ze lezen. Nou, het lezen van boeken kan daar een heel substantiële bijdrage aan leveren. Want hoe leren we nou eigenlijk kinderen lezen met begrip? We hebben daar natuurlijk het vakbegrijpend lezen voor, maar er zijn ook bepaalde voorwaarden die daar nog aan vooraf gaan. En dat is bijvoorbeeld technisch lezen. Dat leren kinderen in groep 3. En er wordt goed instructie gegeven, zodat de kinderen leren hoe ze die letters kunnen verklanken en hoe dat in die hoofden vertaald wordt als woorden, als concepten. Dat wordt mooi voorbereid in groep 1 en 2. En als het goed is, vanaf groep 4 wordt dat via voortgezet technisch lezen nog weer even goed onderhouden of verder opgebouwd. En dat technisch lezen is een van de voorwaarden om tot leesbegrip te komen. Dat is natuurlijk ook heel duidelijk. Als je niet eens weet hoe je van letters woorden moet maken, dan gaat dat niet lukken. Een andere voorwaarde is woordenschat. Stel dat je wel technisch kunt lezen, maar je hebt een heel kleine woordenschat, dan kun je wel een woord lezen, maar je weet niet wat de betekenis is van dat woord. Dan heb je uiteindelijk nog niks. Dus ook woordenschat is een heel belangrijke voorwaarde om te komen tot begrip van tekst. Nou, het lezen van boeken levert aan die beide voorwaarden een enorme bijdrage. Want het lezen van boeken zorgt ervoor dat dat technisch lezen op een heel natuurlijke en plezierige manier wordt geoefend. En juist die kilometers maken, die dragen ontzettend bij aan die oefeningen dat technisch lezen. En voor woordenschat geldt dat ook. Hoe meer je leest, hoe meer woorden je leert kennen en hoe groter ook de kans dat je een grote woordenschat opbouwt. Hoe ziet dat er nou precies uit? Dat zien we op deze afbeelding. Op deze afbeelding kun je zien dat als je zoveel minuten per jaar leest, dan lees je zoveel woorden per jaar. En dan zien we dus hier dat als je ongeveer 1 minuut gemiddeld per dag leest, en je doet dat een jaar lang, dan lees je ongeveer 100.000 woorden. Lees je ongeveer een kwartier per dag, en je doet dat een jaar lang, dan lees je zomaar 1 miljoen woorden, of zelfs meer. Nou, met dat soort gegevens kun je inschattingen gaan maken als die teksten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet te moeilijk, niet te makkelijk ook. Er moeten ook wel echt nieuwe woorden in staan. Als je dan woorden, je kunt dan de kans inschatten van hoe groot is die kans dat je nieuwe woorden tegenkomt. Hoe groot is de kans dat je ze onthoudt, dus hoe vaak moet je ze tegenkomen. En dan kun je een inschatting maken van als kinderen zoveel tijd lezen, komen ze ongeveer zoveel woorden tegen en dan leren ze ook zoveel nieuwe woorden. Nou, Amerikaanse onderzoekers hebben dat gedaan en die zeggen, als je ongeveer een kwartier per dag vrij leest, hè, voor je plezier, en je hebt dat lezen ook redelijk onder de knie, je komt nieuwe woorden tegen in die tekst, dan kun je zomaar 1000 nieuwe woorden per jaar leren. Dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws, want dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid als het aantal woorden dat je kunt verwerven via gerichte woordenschatinstructie. Dus voor kinderen die een kleine woordenschat hebben, is woordenschatonderwijs op school heel belangrijk om die woordenschat te vergroten. Maar vrij lezen is ook heel belangrijk omdat dat eenzelfde bijdrage kan leveren aan de opbouw van die woordenschat. Nou, hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit in boeken? Hè? Soms zie je een heel expliciete definitie van een woord. Dat is natuurlijk heel plezierig als je dat tegenkomt. Een aardig voorbeeld is een voorbeeld uit een boekje van Tosca Menten. Hè? Daar wordt ineens gezegd, een koerier is gewoon een postbode die aanbelt, hoor. Nou, wat is dus een koerier? Een postbode die aanbelt. En die postbode die komt even later ook. En dan wordt daar ook letterlijk gezegd, daar is de koerier. En die koerier staat voor de deur met zijn pakketje of zijn brief. En zo komt dat woord een paar keer terug. En nou, met een beetje geluk verwerft dat kind dus dat woord in de context van een leuk verhaal dat het aan het lezen is. En komt dat woord nou nog eens een keertje terug in een ander boek ook, dan is die kans natuurlijk nog weer groter dat dat woord permanent wordt verworven. Nou, soms zijn de omschrijvingen ietsje uitgebreider of ietsje implicieter. Een voorbeeld uit het boek Donderkat van Thijs Goverde, dat is het woord morsig. Dat wordt als volgt geïntroduceerd. Meneer Dogger was morsig. Alles aan hem was vies en kapot. Zijn afgetrapte schoenen werden door rafelige eindjes veter bij elkaar gehouden. De broek die om zijn benen hing glom van de vetvlekken, want meneer Dogger gebruikte nooit een servetje. Hij veegde zijn handen gewoon af aan zijn broek.
Nou, dat woord morsig is best een lastig woord om te semantiseren, maar je ziet het hier helemaal voor je. Die morsige man, in al zijn morsigheid komt hij een paar keer ten tonele in dat boek en je ziet dat morsig aan hem. En die kinderen verwerven dus zo dat woord, net als dat woord waar ik het zojuist over had, terwijl ze lekker met dat verhaal bezig zijn. Ik geef nog even een ander voorbeeld uit een aardig boek van Francine Ome. Hoe overleef ik mijn vader? Daar zie je het woord symptomen. Nou, symptomen, dat is best een lastig woord en dat zou je ook niet zo makkelijk kunnen semantiseren misschien. Maar hoe wordt het beschreven in dit verhaal? Hè? De symptomen lijken op die van een hartaanval. Pijn in je borst, je wordt duizelig en je hebt het gevoel dat je geen adem meer krijgt. Nou, in die context is het misschien meteen heel helder. Symptomen zijn tekenen waaraan je iets kunt aflezen wat niet goed gaat met je gezondheid. In dit geval een hartaanval. En nou, kom je dat woord later nog eens een keer tegen, dan heb je daar al een klein voorproefje van gehad in dit boek. Voor kleuters werkt het net zo eigenlijk. Die lezen natuurlijk niet zelf, maar die zien afbeeldingen bij nieuwe woorden die ze leren. En een voorbeeldje daarvan is het verhaal van Klein mannetje zoekt een huis. Dat zien we hier. Klein mannetje die slaat hier op de vlucht voor een groep wespen. En wat staat er voor tekst onder? Klein mannetje zette het op een lopen. Nou, zette het op een lopen, dat is geen gangbaar taalgebruik. In gesprekken met kinderen gebruiken we dat niet vaak. Maar je hoeft het eigenlijk niet eens uit te leggen, want die afbeelding, hè, waar we hem weg zien rennen, daar zie je al heel duidelijk aan dat zetten het op een lopen betekent, hij rende hard weg. En dus voor kleuters geldt dat ook. Ook zij kunnen op deze manier een hoop nieuwe woorden verwerken. Maar het gaat niet alleen om nieuwe woorden, het gaat ook om het consolideren van woorden die al verworven zijn en ja, die misschien nog niet heel erg goed zijn ingeslepen bij de kinderen, maar waarbij het wel helpt om die woorden vaker tegen te komen in andere contexten, zodat ook die diepte van die woordkennis wat verder komt. Nou, het soort woorden waar het dan heel erg om draait, dat zijn de schooltaalwoorden. Dat is een belangrijk corpus woorden, het zijn er ongeveer 750, we weten precies welke dat zijn. En dat zijn woorden die je tegen kunt komen in allerlei soorten teksten. Of het nou zaakvakteksten zijn, of jeugdromans, of kranten, of wat dan ook. Het zijn woorden die we heel veel tegenkomen, maar die je niet zo heel veel tegenkomt in spreektaal. Maar die je echt nodig hebt om een tekst te begrijpen. Een soort cement tussen al die verschillende onderdelen in een tekst. Nou, en ik zeg wel eens, boeken lezen is eigenlijk één grote consolideeroefening. Want die woorden kom je daar tegen. En die helpen dus om die verwerving te versterken en die consolidering te versterken. En over wat voor soort woorden hebben we het dan? Hè? Dat zijn woorden als perfect of het voordeel, in bedwang houden, enigszins, de code, ontlopen. Dat soort woorden, die kun je in allerlei teksten tegenkomen. En in die jeugdboeken vind je ze ook aan de lopende band. Nou, woordenschat is heel belangrijk, dat is duidelijk. Woorden dragen immers de betekenis van de taal. Maar het onderzoek naar lezen laat zien dat dat lezen van boeken niet alleen goed is voor woordenschat en voor dat oefenen van dat technisch lezen, maar ook voor allerlei andere taaldomeinen. Bijvoorbeeld schrijven. Kinderen die veel lezen, schrijven beter. Kinderen die veel lezen, spellen beter. Kinderen die veel lezen, hebben meer kennis van de grammatica. En dat is ook wel te verklaren natuurlijk, want als je veel leest, krijg je aldoor goede voorbeelden van taal die grammaticaal goed in elkaar zit, woorden die goed gespeld worden. En dat maak je, zonder dat je het in de gaten hebt, maak je daar iets van eigen. Dus dat wordt als het ware een soort persoonlijke standaard. Nou, Stephen Krashen is een Amerikaanse onderzoeker. Die heeft veel onderzoek gedaan op dit gebied. Die heeft veel onderzoek naar onderzoeken ook gedaan. Dus dan kijkt hij, wat zegt onderzoek naar vrij lezen eigenlijk over de ontwikkeling van al die verschillende taaldomeinen. En die ziet consequent datzelfde beeld, positieve bijdrage op al die gebieden van de taal. In Nederland hebben we ook een paar onderzoekers die daar druk bezig zijn geweest. Die zijn eigenlijk nog weer een stapje verder gegaan. Die hebben meer dan 80 internationale studies die aan strenge eisen moesten voldoen, hebben ze bij elkaar gezet. En daar hebben ze één meetlat voor ontworpen, zodat je kunt zien van elk van die studies, wat draagt dat nou bij aan die verschillende taaldomeinen. Nou, en wat zij in kaart hebben gebracht, dat laat deze afbeelding heel erg mooi zien. De rode staafjes, dat zijn de kinderen die veel lezen in de vrije tijd. En de blauwe staafjes, dat zijn de kinderen die weinig lezen in de vrije tijd. Nou, je ziet hier in één oogopslag het verschil. Want hoe lees je dit? Neem dat eerste setje hier, woordenschat. Dit rode staafje, dat loopt tot 70. Dat geeft aan dat kinderen die veel lezen in de vrije tijd, die hebben een kans van 70%
om gemiddeld of hoog te scoren op een woordenschattoets. Terwijl de kinderen die weinig lezen in de vrije tijd, die hebben maar een kans van 30%. Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil. En als je ook kijkt naar die andere taaldomeinen, dan zie je dat die verschillen echt geweldig zijn. Verzin maar eens een methode die dat voor elkaar krijgt. En dan al die taaldomeinen ook tegelijk, hè? Want dat is natuurlijk ook een gegeven. Het is een soort integrale aanpak waar al die verschillende domeinen profijt van hebben. Een ander facet van dat lezen van boeken, en dat is ook heel belangrijk als je kijkt naar begrijpend lezen als vaardigheid die kinderen moeten ontwikkelen, dat is kennis van de wereld. Daar hebben we het niet zo heel vaak over als het gaat over jeugdromans, maar dat is toch ook iets wat je in een hoop van die boeken tegenkomt. Kinderen moeten veel weten om ook teksten goed te kunnen snappen. Of beter gezegd, als je veel weet, dan snap je een tekst vaak sneller. Je kunt je heel goed voorstellen dat een kind, een Chinees kind, als er een tekst gelezen wordt over Chinees nieuwjaar, wat daar voor symbolen bij spelen, wat voor rituelen, wat voor benamingen, dat zo'n Chinees kind dat veel makkelijker leest dan een Nederlands kind dat die hele wereld niet kent en ook al die symbolen die daarbij horen. Dus kennis van de wereld maakt heel erg uit voor in hoeverre je in staat bent om een tekst goed te begrijpen. En kennis van de wereld vind je ook terug in kinderboeken. Niet in allemaal in even sterke mate, maar het is toch wel een heel opvallend iets. Een aardig voorbeeld is Liefde besmettelijk uit die Izzy Love serie. Daar lees je van alles over hoofdse liefde en zelfs over Tristan en Isolde. Neem je het boek Het Reuzenrad Mysterie, dan leer je daar van alles over meteorologie. The London Eye, de Londense metro. Neem je dat bekroonde boek Spinder, nou daar lees je van alles over insecten en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Neem je Soldaat Wojtek van Dibi Dumontak, leer je van alles over de Tweede Wereldoorlog. Dus ook vanuit dat oogpunt van kennis van de wereldopbouw is het lezen van die kinderboeken heel heilzaam. En gaat het dus niet altijd alleen over non-fictie, maar informatieve boeken. Ook het lezen van romans kan daar een prachtige bijdrage aan leveren.